Vandaag hebben we bij elkaar 315 bevloers gehad, 315 zesde klassers die het hebben gepresteerd om 60 punten of meer te halen. Jullie zijn gezellig! Weet je, ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn samen met jullie. Soms heb je een beetje verdriet in dit land als er dingen fout gaan. Maar zie je, als ik zo naar jullie kijk, heb ik zoveel hoop. Zoveel hoop voor dit land. Jullie zijn een voorbeeld. Ik wil jullie vragen om alle kindertjes die in je omgeving zijn, in je klas, waarmee je samen speelt, om ze te stimuleren net zo goed hun best te doen als jullie. En dat betekent dat voor Suriname een hele mooie toekomst is. Dit is de 19e keer dat we Go Glow hebben georganiseerd. Maar ik moet zeggen, dit is de meest bijzondere versie van Go Glow die we hebben gehad. Een beetje noodgedwongen door de situatie. Maar ik heb al geluiden gehoord dat een nieuwe trend is ingezet. En dat waarschijnlijk dit de nieuwe vorm van Go Glow gaat zijn. Dus bedankt dat jullie weer extra hard je best hebben gedaan. Voor blijf je volgen, blijf je best doen. We hebben nog een vijftal co-flowers hier. De top van de top. Geloof het of niet, we hebben het klaargespeeld om allen te slagen van de lagere school met 68 punten. 68 punten voor 7 vakken. Ongelooflijk, ongekend, fantastisch.
We hebben Jurai Bihari Singh van de Mohammed Oostschool. Sara Marhe van de OS Senjastraat. Srien Joko van de Nasi Brouwer School. Rijjel Idup van de Vrije School. En Leandro Banarsi, OS Davis Buiten. Onze wiskunde guru Ewald Levens is persoonlijk aanwezig. Die heeft geregeld, geïnitieerd rekenprojecten. Omdat rekenen ontzettend belangrijk is om uiteindelijk goede resultaten neer te zetten. Speciaal Ewald Levens, hemzelf overhandigd vanwege die top rekenprestaties die jullie hebben geleverd. We hebben die tienen gezien voor rekenen. De school die het meest heeft bijgedragen aan het grote aantal bogloors dat we vandaag hebben, de Vrije School. Hoeveel bogloors zijn het er dit jaar? 16. U hoort het goed, 16 bogloors. Een applaus voor de Vrije School. Sarah. Je hebt voor 7 vakken 68 punten gehaald. Wat waren je cijfers? Ik heb 5 tienen en 2 negens. Dit jaar zijn er 5 topgeslaagden. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel goed, ja. Echt heel goed. Omdat Suriname dan een beetje vooruit gaat. Want vorig jaar dan was er maar eentje, toch? Zou je iets willen zeggen aan andere kinderen? Dat ze nooit gewoon hun werk af moeten sparen en dat ze altijd goed moeten luisteren naar wat de juffrouw zegt. En als de juf iets heel vaak herhaalt of zo, dan weet je dat het een repetitievraag is. Ready, steady!